Jongens en meisjes tussen 7 en 12 jaar reden hun eigen echte finale tijdens de landelijke finale Rabo Dikke Bandenrace. Met veel spektakel en plezier werd er op een heus circuit rondjes gereden. En net zoals bij de profs, wie het snelste was, werd kampioen. Hoe heb je gereden? Vertel eens. Gewoon eigenlijk hard gereden. Ja. Gewoon op je allerhardste snel rijden. En je de eerste wedstrijd, toen weet je hoeveelste? Vierde. Ja. En nu deze? Zesde. Maar dat betekent wel zesde van iedereen die finale heeft gereden. Voel je wel een beetje trots? Ja, zeker weten. Ja? Waarom doe je eigenlijk mee? Ja, ik vind namelijk fietsen heel leuk. En ja, mama die had het gezien, dus toen wou ik het ook heel graag. Volgend jaar weer? Ja. Waarvoor ben jij hier dan? Jij hebt niet meegefietst. Nou, ik ben een soort van sporter van Merel. Hey, maar dat betekent dat Merel al heel jong een echte fan heeft dus. En, heb je goed aangemoedigd? Ja. Volgens mij ben je ook zo begonnen. Ja, klopt. Ik ben ook zo begonnen in het eigen dorp. Dus het is wel leuk om dan nou bij de finale te zijn. Kun jij je voorstellen dat die meisjes hier een enorme kick van krijgen en ook op de fiets willen stappen? Ja, zeker. Ik denk dat ze allemaal met spanning voor de start staan en klamme handjes. Nee, dat geeft ze wel een kick. Ze geven alles in ieder geval en ze kijken er allemaal naar uit. Anders zouden ze niet zijn. Niet iedereen wist de finale te halen, maar degenen die in de troostfinale zaten, reden ook alsof ze voor de winst gingen. Dit ging stukken beter, hè? Ja, nu ben ik zevende en ik had ook een lekker wiel gevonden, dus dan kan je wat tempo maken. Van wie weet jij die techniek? Nou, ik fiets die zelf ook op de vereniging. En daar leer je dat soort dingen? Ja, en ik ken de baan ook, dus dat is ook wel een stuk voorsprong. En waarom doe je eigenlijk mee? Nou, ik vind het een heel groot en leuk evenement. Heb jij ook een groot voorbeeld in het fietsen? Ja, Marianne Vos. Ik denk dat ze dat heel leuk vinden. Wat vind jij nou leuk aan Marianne? Ze doet veldrijden, mountainbiken, wielrennen. En ja, ik vind vooral mountainbiken leuk. Dus ja. En ze is natuurlijk heel goed. Ja. Dus later als je groot bent, wil je net zo fietsen als? Marianne Vos. Dames en heren, de kampioenen bij de jongens 2005.